Daily Minutes nummer 1549 met een uitzending van vandaag, 13 februari 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, vandaag weer eens tijdgebrek. Helaas dus geen data vandaag. Ik hoop dat ik genoeg content kan genereren voor een uitzending, want ik heb nog geen letter op papier staan. Dat zal vast wel lukken. Ik begin met de mededeling dat het vandaag Wereld Radio Dag is van de UNESCO, de World Radio Day. February 13th, it's World Radio Day. Through FM, longwave, digital or the internet. Radio hands you the mic, gives you the floor, listens to you. Radio, your anonymous access to verified information. On the 13th of February, let's celebrate radio together with UNESCO. World Radio Day dus, Wereld Radio Dag. Deze dag bestaat sinds 3 november 2011 en is ingesteld naar een verzoek hiertoe van Spanje. Ik weet niet wat je ermee kunt, maar het is in elk geval de dag dat de radio gevierd wordt. Ik denk overigens dat het meer de omroepradio is dan de amateurradio, maar dat terzijde. Ik heb nog enkele nieuwsberichten die wel een dagje kunnen wachten en dat is mooi, want ik wil u wat beter uitwerken om er een goed verhaal van te maken. Aan het eind van deze uitzending is er een voortpublicatie van het item dat ik vanmiddag voor de Mighty KBC gemaakt heb. Die wordt komend weekend op zaterdagavond in de VS en Canada, tenminste met als doelgroep VS en Canada, uitgezonden. Er zit in deze finale versie nog één klein foutje. Ik ben benieuwd of degenen die luisteren dat weten te signaleren. Dat item is wel in het Engels. Dit is deel 2 van de serie over digitale spraakmodus. Ik ben bij het opnoemen gisteren van de modus nog één mode vergeten, dat is NXDN. NXDN dat bij Ecom onder de naam IDAS verkocht wordt, of onder de noemer IDAS. En bij Kenwood onder NextEdge is een gezamenlijke ontwikkeling van Kenwood en Ecom. Het systeem vertoont grote gelijkenissen met DPMR. En Ecom biedt tegenwoordig ook apparatuur voor DPMR aan, ook onder de noemer IDAS. Terwijl in verschillende apparaten de firmware eenmalig omgeschakeld kan worden van NXDN naar DPMR. Deze beide modus lijken trouwens ook nogal op D-Star. Het is FDMA, dus niet zoals bij DMR-TDMA. En ook bij DPMR is er een totale datastream van 4800 bps met 3600 bps daarvan gereserveerd voor het audio en 1200 bps voor datagebruik. NXDN is ook onder amateurs in gebruik. In de VS was er, lang voordat er D-Star was, al activiteit met surplusapparatuur van het daarbij de politie in gebruik zijnde APCO P25, ook door amateurs. Maar sinds een jaar of 5 geleden NXDN werd veranderd van een proprietaire norm naar open source, zie je dat NXDN in de VS en Canada ook door amateurs wordt gebruikt. Maar is niet bekend of en welke netwerkinfrastructuur dan gebruikt wordt. Uit mijn hoofd weet ik van één repeater die in Toronto staat en die is gecombineerd met onder andere op dezelfde locatie en antenne een DMR repeater en ik dacht ook D-Star en FM. In Nederland is er voor het eerst interesse gekomen voor digitale spraak in de tweede helft van 2007. Daarvoor waren er trouwens wel wat experimenten met zelfbouw, ook in mijn eigen regio moet ik zeggen. Ik weet dat er in Leusden geëxperimenteerd werd met dat soort systemen. Maar goed, in 2007 was dat nadat er voor het eerst D-Star apparatuur in Nederland werd goedgekeurd voor de Europese markt. De eerste activiteit, toen nog alleen op D-Star, stamt van het begin van 2008. Zoals dat vaak gaat, was er ongeveer tegelijk in meerdere plaatsen activiteit. Dit was in Amersfoort en Nijmegen en iets later ook in Breda en Dordrecht. Dit waren ook de plaatsen waar amateurs voor het eerst als eerste beschikten over Ecom-repeaters. De weerstand tegen D-Star van een aantal bestaande amateurs in die beginperiode was werkelijk immens. Dat kwam waarschijnlijk ook doordat er in de jaren daarvoor nauwelijks dingen veranderden. Repeaters kenden een lang en stabiel bestaan en er kwamen niet veel nieuwe dingen bij. Omdat ik als een van de eerste actief was met D-Star en nogal wat met die mode aan de weg timmerde, kreeg ik veel van dat commentaar over me heen. Ik heb in de begintijd amateurs aan de telefoon gehad die me smeekten om D-Star stop te zetten, alsof ik dat kon, want de komst van D-Star zou het einde betekenen van onze hobby. Anderen verweten mij dat ik geen geweten had omdat ik niet wilde stoppen en weer anderen verweten mij dat ik iedereen dwong om naar D-Star te gaan en dat het niet voor iedereen te betalen was en dat de duurgekochte FM-apparatuur die mensen in huis hadden enkele jaren door mijn schuld waardeloos zouden zijn geworden. De tijd heeft geleerd dat het niet zo is gegaan. De hobby bestaat nog steeds en mensen werken nog veel in FM. Met de komst van RTTY of PSK31 is CW natuurlijk ook niet verdwenen. Soms is het wel jammer dat de komst van meer mogelijkheden de activiteit nog verder versplintert. Maar amateurs zijn volgens de definitie experimenteel ingesteld en willen graag nieuwe dingen onderzoeken. Dan moet je dat om je bestaansrecht te verdedigen ook doen, vind ik.
Maar goed, het is geen ongebruikelijke ontwikkeling. Toen de eerste amateurs een koolmicrofoon tussen hun antennelijn zetten om zo op primitieve wijze AM te modelleren, toen was Leiden in last. Een echte amateur werkte alleen op de sleutel. En toen SSB en FM kwamen, waren dat modus waar op dat moment nog patent op rustte. En bij AM was dat niet zo. En dus diende volgens een aantal amateurs de amateurs in AM te blijven werken. Volgende keer verder. Het volgende gedeelte van deze uitzending is in het Engels. This is Peter John with the DX Headlines. Summits on the Air, also called SOTA, is an amateur radio diploma program. Ham radio operators often have these kind of achievement awards, such as for working so and so much continents or countries. Goal of SOTA is to promote amateur radio on mountain peaks. Licensed radio amateurs combine mountain hiking and mountaineering with the operation of portable transmitting and receiving equipment, antennas and power supply on the summits. Those who operate their radio station on a summit are called activators, and those who try to establish radio communications with them from other locations are chasers. Therefore, there are two types of diplomas that can be achieved, those for activators and those for hunters. Points are also awarded for radio contacts from summits to summits. By definition, this is by activators. In the individual regions, the higher the summit, the higher the score will count. The rules include that the method of final access to the summit must be non-motorized and all equipment must be operated from a portable power source, hence batteries, solar cells, etc. Operation is expressly forbidden using permanently installed power sources or fossil fuel generators of any kind. This usually forces activators to minimize the total weight of their equipment while still bringing adequate antennas or electrical power, usually batteries, to the summits. In addition to that, a summit must have a minimum amount of prominence relative to the terrain surrounding it. The rules state the elevation must be at least 492 feet or 150 meters. Activators must also be within the activation zone, which is within 83 feet or 25 meters of the top of the summit. A dedicated website, SOTA Watch, shows real-time information about the ongoing and planned SOTA activations, spots and alerts, and an independent project, the SOTA Mapping Project, provides extensive information about the SOTA summits on www.sotamaps.org. All activators are encouraged to upload recorded GPS tracks if they have them. This helps others to find their way to a summit, plan estimated time of arrival and not lose their way. You can find more info on www.sota.org.uk and of course on www.sotawatch.org. Parts of this item are from Wikipedia and from Summits on the Air itself. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.